Chima, vooraf gezien een topwedstrijd AFC tegen Quick Boys, ging het een stuk makkelijker dan gedacht? Nou, we hebben er wel echt voor moeten vechten, dus makkelijk wil ik het niet noemen. Maar uiteindelijk, als je 3-0 wint, dan mag je zeker tevreden zijn. En, ik ben gewoon voornamelijk heel trots op iedereen. We hebben, wat ik zeg, echt gevochten, elke meter. Niet alles ging goed, maar als fout ging, schakelen we met z'n allen om. En zo zien we het graag natuurlijk. Ja. Maar ja. Ja, dat soort uitspraken horen eigenlijk bij een wedstrijd die heel spannend is, maar dat was het eigenlijk niet. Jullie waren toch eerder meester? Ja, na uitslag te zien, 3-0, dan kan je dat inderdaad wel zeggen, maar AFC is gewoon een goede ploeg. Dus ja, niet te onderschatten, maar uiteindelijk wel verdiend, zeker gewonnen. Ja, ja, want vanaf de tribune, maar dat is dan ook jullie kwaliteit, leek het erop dat Quick Boys vandaag zoveel overmacht had tegenover AFC, dat het gewoon geen wedstrijd was. Maar misschien voelde dat in het veld anders? Nou, ik zou eerlijk zeggen, dat hoe het nu voelt, ik ben blij dat ik nog kan staan. Maar, we trainen hier gewoon veel op. Jij verraste de keeper, hè? Die had het niet verwacht. Nee, ik zag een hoekje open. En ik denk ook dat hij dacht dat ik hem voor zou geven. Dus ik dacht af en toe gewoon schieten. Ja. Is dat misschien ook een gevolg van het feit dat die bezetting bij jullie zo goed is in die 16? Want er stonden behoorlijk wat mensen voor de goal. En dan verwacht de keeper een voorzet, maar jij schoof hem gewoon zo binnen. We trainen hier gewoon veel op. Overlaps, underlaps. En, hij gaat er niet altijd in, maar we staan er wel vaak. Dus dat is niet voor niets dat hij dan nu wel erin gaat, denk ik. Nee, maar precies wat jij ook zegt met dat strijden, met dat werken voor elkaar. Want dan creëer je zo'n situatie waarin de keeper moet kiezen. Correct, ja. Ja, er wordt veel op gehamerd dat ik diep moet blijven gaan. Soms kan ik iets te veel blijven, maar het werpt nu zijn vrucht af. Jente met een goede steekpas. Daar ben ik ook natuurlijk blij mee, dus... Maar ja, we zijn 4 wedstrijden verder. Dus we blijven gewoon rustig. We gaan wel met een lekker gevoel natuurlijk naar Katwijk toe. Maar eerst nog de beker aanstaande woensdag. Maar er zijn fijne punten. Dat zeker. Ja, want je hebt ADO 20 en Katwijk. Als die de beelden van jullie zien vandaag en de vorm waarin Katwijk nu zelf zit. Zouden ze een beetje angst hebben, denk je, voor jullie? Denk ik niet. Denk ik niet. Maar het wordt zeker een mooie pot, dat weet ik wel. Lekkere week, man. 3 van die grote wedstrijden zo. Ja, zeker. Zeker als je de eerste zo wint? Eens. herstellen, denk ik. Want, want je bent helemaal kapot. Ik ben best wel moe, ja. Nou, 1 biertje dan. Ik ben benieuwd wat Johan zegt, maar ik denk aardig wat kilometers gelopen. Ja. Dus dat ene biertje en dan weer verder? Goed voor het herstel, zeg. Kooidraadjes. Nou, niet ervan, man. Dankjewel.